steeds meer in dat systeem komt te staan. Zorg ervoor, ik neem aan dat jullie allemaal dat schema al doorgestuurd hebben naar je trainer. En dat je misschien nog heel even navraagt, dat je kan ook bij Koen even vragen of dat hij aangekomen is. Ik kan namelijk doen in die inbox. En anders kun je dat nog even aan je trainer vragen. Mochten er nu nog verlof aanvragen moeten veranderen, dan doet jouw trainer dat. Of moet er ergens een verlof aangevraagd worden voor een trainingskamp, een extra training of een wedstrijd of zo, dan doet jouw trainer dat. Jij mag het tegen me zeggen, dat is echt heel tof, ik ben hartstikke enthousiast, maar dan vraag ik wel of dat je trainer dat door wil geven. Als je ziek bent, herhaal ik ook maar even, jij hebt mij, dat vind ik in ieder geval tof, want dan ben ik de wetenschap, maar een van je ouders moet je in ieder geval afmelden voor mij. Dat is alleen in het eerste jaar, of je 18 bent of niet, maar wij willen graag dat in ieder geval dat eerste jaar in ieder geval goed opgestart wordt. Dat vinden we belangrijk. Ja? Het is dat we belangrijk vinden dat als er deadlines staan voor je huiswerk, dat je die maakt. He? Dat moet je echt doen, want anders ga je naar de herkansingen, gaan we je trainingsfaciliteiten intrekken en zo, dat soort dingen. En daar wil ik helemaal niet op. Dat heb ik helemaal geen zin. Ja? Maar goed, uiteindelijk past dat binnen de opleiding. En die opleiding die duurt uiteindelijk duurt die 3 jaar, als je voor niveau 4 gaat. We hebben hier ook een niveau 3 opleiding. En die zou uiteindelijk 2 jaar kunnen duren. Althans, dat is een standaard tijd. Hetzelfde dat de standaard tijd voor niveau 4 3 jaar is. Maar goed, we zouden het Johan Cruijff niet zijn als we ook allerlei andere versies hebben. En dat hangt vooral af van je sport. Want we kunnen ons voorstellen dat als het heel goed gaat in je sport, en je bent eigenlijk begonnen op niveau 4, en dat niveau 4 dat duurt dus eigenlijk 3 jaar, dat je zegt van ja, maar meneer, dat niveau 4, daar ga ik niet meer redden. Of daar heb ik geen zin meer in. Daar heb ik geen tijd meer in. Ik ga toch maar voor niveau 3. Dat kan. Dan ben je in principe aan het eind van het tweede jaar klaar. Dat zou de standaard zijn. Maar hetzelfde zou kunnen zijn van, ik wil toch niveau 4 doen. Maar ik weet dat ik eigenlijk er langer over ga doen. Ook dat is voor ons geen probleem. Dus hoe lang je hier zit, ons maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Zolang we maar zien dat je in ieder geval je best ervoor blijft doen. We hebben een student die zit denk ik al 3 jaar in het eerste jaar. Nou, dat kan. Daar heb ik niet zoveel problemen mee, zolang ik maar zie dat hij zijn best doet. Dat zijn trainingen zo, en zijn wedstrijden en zijn sport zoveel tijd van hem eist, dat hij dat nodig heeft. Ja, dus niveau 3, 2 jaar. Niveau 4, 3 jaar. Maar het kan ook anders. Maar het kan ook sneller. Vorig jaar zijn we begonnen met studenten die zeiden van meneer, ik hoef eigenlijk altijd maar in de avond te trainen. He, dus ik heb eigenlijk wel een soort van tijd over op school en ik werk graag vooruit en ik ben daar goed in en ik plan daar goed in. Dus ik zou het eigenlijk wel sneller kunnen. Toen hebben we een plan gezet om te versnellen. Dat wil zeggen dat je niveau 4 ook in 2 jaar kan doen. En dat vergt echt wel iets, want dan moet je eigenlijk regelmatig 2 periodes in 1 periode doen. Dat wil zeggen dat je veel zelfstandig moet werken, dat je examenopdrachten eerder moet gaan doen, dat je je stage meer moet gaan doen, dus je moet daar ook echt wel de tijd voor hebben. En dat is echt geen cadeautje. Vorig jaar zijn er in het eerste jaar zijn er 12 gestart en zijn er nog 7 van over. En dat is na een goed half jaar. Ik weet zeker dat er in het komende half jaar nog wel een aantal zijn van nou laat maar zitten. Dat er uiteindelijk misschien 4 of 5 daadwerkelijk aan het eind van het jaar een diploma gaan halen. Maar daar gaan we het nog over hebben. Aan het eind van deze periode heb je eerst de cijfers te pakken. En dan weet jij of dat het je makkelijk afging. Dan zie ik of dat de resultaten ook goed zijn. En dan kunnen we eens gaan babbelen of dat het versnellen een optie is. Ja, nee. Je kan het sneller. Je kan het gewoon normaal doen. Want dat doe je al gek genoeg. En je kan het ook langzamer doen. Maar dat gaat allemaal wel onder voorwaarden. De opleiding is altijd een algemeen generiek deel, noemen ze dat. Generiek. En generiek wil zeggen Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap en LOB. Dat zijn eigenlijk vakken die voor iedereen gelijk staan. Het zijn niet de leukste vakken, maar ze zijn helemaal verplicht in het MBO, dus jullie hebben die ook. Ja, en uiteindelijk ga je voor Nederlands ga je op niveau 4 en op niveau 3 ga je 4 examens doen. Voor rekenen ga je een examen doen, maar tot nu toe telt de uitslag niet mee. Hoef je hem eigenlijk alleen maar te maken. En of je er nou een 1 of een 10 voor haalt, dat maakt niemand iets uit. Maar je moet hem in ieder geval gedaan hebben. Voor burgerschap moet je de inspanning geleverd hebben. Oftewel, je moet alles gedaan hebben.
En een maatschappelijke opdracht, dat wil zeggen dat je iets voor de maatschappij moet doen. Voor mensen die dat nodig hebben. Bejaarden, kinderen met een speciale aandachtskenmerk, gehandicapten, iets in die richting. Engels hoef je alleen maar te doen als je niveau 4 gaat doen. Niveau 3 is Engels niet verplicht. Je mag het doen, maar het hoeft niet. Ook 4 examens. En LOB, loopbaan burgerschap, dat is alleen maar de inspanning die je moet leveren door alles netjes te volgen. En dit is vooral gericht op, maar wat ga ik nog meer doen? Wat kan ik nog meer en wat ga ik doen aan het Johan Cruijff College? Nou, daarbovenop zetten we dan dat wat speciaal is aan het Johan Cruijff College. En dat zijn dan de vakken als anatomie, trainingskunde, SOFA, DP, goedemorgen, proftaak, je stage, dat soort vakken. Ja, die maken het Johan Cruijff College specifiek wat wij zijn. Daarin leren we datgene wat nodig is voor jouw toekomstig beroep. En wat ze daar nog eens bovenop gezet hebben, zijn in principe, zou ik het bijna kunnen zeggen, 4 keuzedelen. En die keuzedelen, die mag je, op één naam mag je die zelf gaan kiezen. Wat zijn die keuzedelen? Keuzedelen, die zijn er eigenlijk, dat zijn vakken. Fitness trainen, muffin bakken, afro-kapsel, ICT, Engels, computervaardigheden, ondernemerschap. Ik denk dat ze binnen het ROC hebben ze denk ik 300 keuzedelen waaruit je zou kunnen kiezen. Hier op school hebben wij er volgens mij een stuk of 6 waaruit je zou kunnen kiezen. Dat zijn dingen die je zelf zou willen toevoegen aan je opleiding. Als jij zegt van nou, ik ga hierna fysio studeren, dat zijn er gedurende opleiding zijn er dat steeds meer, dan kun je keuzedelen kiezen die ervoor zorgen dat je makkelijk door kan stromen naar fysiotherapie. Als je zegt, ik wil iets gaan doen met sportmanagement, dan zou je een aantal keuzedelen kunnen kiezen die handig zijn voor sportmanagement. Totaal moet je 960 uur maken. En dat is best wel veel, aangezien een jaar bij ons 850 uur duurt. Dat is best wel veel. Maar net als met stage krijg je er op je rooster, krijg je er weer tijd voor terug, zodat je die keuzedelen kan gaan volgen. Je kan ze hier op school volgen, je kan ze bij een andere ROC-opleiding volgen. Maar je kan ze ook bij de sportbond van jou kiezen. Er zijn elk jaar zijn er studenten die volgen de TC3 van voetbal, de HT3 van hockey, de wielentraining KNBU, zo moeilijk woord. Een keuzedeel is normaal gesproken zo'n 240 uur. Zodat je er 960 hebt uiteindelijk. Welke doen wij hier? Wij doen hier fitness trainer A en die gaan jullie allemaal doen. Dat wij belangrijk vinden dat die bij de opleiding gaat. Je kan later kun je kiezen voor fitness trainer B. Je kan gaan kiezen voor topsportvaardigheden. Dan leer je wat een topsporter nodig heeft om uiteindelijk verder te gaan. Dat wil zeggen, we nodigen een advocaat uit om naar contracten te kijken, naar wetten te kijken die voor sporters heel belangrijk zijn. We nodigen Omroep Brabant komt hier en die leert jullie hoe je uiteindelijk een goed interview voor de tv moet zou kunnen geven. En want als ik je nu een microfoon onder je neus duw en je hebt net een slechte kutkoers gereden, Roan, dan zeg je waarschijnlijk op Omroep Brabant, ja, dat is gewoon nog één grote kutkoers. En dat is niet handig. Vinden ze niet zo tof, dan word je er weer uitgeknipt, kom je nooit op tv. Ja, dus dat ga je daar onder andere leren. Maar er komt ook iemand van het NOC en NSF, die gaat je dingen leren over doping. Want dat 80% van de voedingssupplementen uiteindelijk besmet is met doping, dat weten wij wel, maar weet jij dat ook? En sportmassage zit er ook in. Sportmassage, dat zijn de sportmassages die bij elke vereniging bijna wel aangesloten zitten. Je kan daar je opleiding volgen. En die is als enigste 480 punten. Uur. Punten niet, maar uur. Ja, de rest is 240. Welke mis je dan nog? We hebben er ook nog eentje. HBO doorstroom. Wat heb ik nodig om met de HBO aan de slag te kunnen? Dat is echt wel een stapje hoger dan hier. En je kan uiteindelijk bij je sportbond kun je een opleiding van jouw sport kiezen. En of het dan bij de skibond is, zodat je daar de skileraar op kan gaan volgen, of bij de KNWU, of bij welke bond dan ook, dat kan. Hier betalen wij een heel groot gedeelte in mee. Alleen altijd een klein stukje, dat zijn de kosten voor jullie. Zoals bijvoorbeeld boeken, zoals je die ook voor hier voor school moet kopen, moet je die ook voor je keuzedeel kopen. Maar alles wat we hier afgeven, zijn erkende diploma's behalve voor topsportvaardigheden. Dat is niet echt een diploma. Je hebt niet echt een topsportdiploma.
hoe slaag je hier dan met Nederlands, Engels, rekenen, daar je examens voor te doen? Rekenen hoef je dus niet te halen. Burgerschap en LOB moet je in ieder geval gedaan hebben. En voor deze vakken hebben we 5 PVP's. 5 stuks. En je stage moet je afgerond hebben. Wat is een PVP? Staat voor proeven van bekwaamheid. En je moet dus laten zien dat je dus bekwaam bent in datgene wat we je geleerd hebben in al die vakken. Zo moet je een lessenreeks gaan maken. Je moet een toernooi gaan organiseren. Je moet in de organisatie van je stage gaan kijken. Je moet een jaarplan gaan schrijven voor een sporter of voor een team. Moet je helemaal uit gaan werken. En je moet uiteindelijk een project uit gaan voeren. En een project kan bijvoorbeeld zijn dat je de introductie gaat organiseren over 2 jaar. Dat kan. Ja? Dit is hoe je de opleiding in elkaar zit. Als je dat allemaal hebt gedaan, dan krijg je je diploma mee. Op niveau 3 of niveau 4. Dit is voor niveau 4, zijn het er 5. Voor niveau 3 zijn het 3 PVP's. Dus dat scheelt. En welke keuze je maakt, maakt er uiteindelijk niks uit. Als je maar tevreden bent en blij bent en gelukkig bent. Dat vind ik het meest belangrijk. Die zouden wel door willen studeren, na het Johan Cruijff. Ja, wat zou je doen, Roan? Willen doen? Ja, dat zou ik echt niet weten. Oké, Olle? Misschien sportbeweging, fysio. Ja, Bart? Fysio. Wie stak nog weer zijn hand op? Marijn? Ja, ik ook fysio. Fysio, Dylan? Fysio. Fysio? Fysio. Ja, een hoop fysio's. Snap ik volledig. Ik heb eerst een sportacademie gedaan in Tilburg en daar heb ik ook fysiotherapie gestudeerd. Het is een onwijze aanvulling. Absoluut. En het mooie is, er zijn, vorig jaar zijn er ook weer studenten doorgegaan naar de fysiotherapie. Er zijn elk jaar bij de fysiotherapie zijn er meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. En dus dan moet je allerlei dingen aan gaan dragen waarom je dan wel niet aangenomen zou moeten worden. En dan is het Johan Cruijff College is in ieder geval een pluspunt. Waarom? Omdat we hier vakken als anatomie, trainingskunde, we hebben het over inspanningsfysiologie. Dat is een grote pluspunt. Dan als je de keuzedelen slim kiest, fitness trainer A, ook dat is een onderdeel van fysio, hè. De trainen met de apparaten. Maar sportmassage is een nog grotere plus. En zo kom je dan uiteindelijk toch allemaal in de A-pool terecht, om het zo te zeggen. Ze maken een A, een B en een C-pool. En met het Johan Cruijff College diploma en de goed gekozen keuzedelen maak je een hele grote kans om gewoon aangenomen te worden. Ja? In die mail die ik jullie vorige week gestuurd heb, staat ook het onderwijs- en examenreglement. En ik heb eigenlijk net in het kort verteld wat daar dan in staat, zodat ik hem niet helemaal met je door hoef te bladeren. Hij staat in je mail. Als je hem een keer nodig hebt, dan lees hem maar. Er staat precies in, en ik zal even richting het einde gaan. Hier zie je bijvoorbeeld hoe is de opleiding opgebouwd. Wanneer je stage hebt, wanneer je examens zou hebben, dat staat er keurig netjes in. En er staat nog een stukje verder wat je moet doen om je stage voldoende af te ronden. En hierin staat het examenplan. Waaraan moeten examens voldoen? Wanneer kun je ze gaan verwachten? Hoe belangrijk zijn ze? En wat moet ik er allemaal voor gaan doen? Dat staat hier allemaal keurig netjes in. Belangrijk dus om te bewaren. Laat hem vooral in je inbox staan. Ik ga zo meteen heel even hier een papier geven. En dan zou ik graag iedereen die hier binnen zit, graag zijn krabbel onder willen vragen. Op het formulier zou ik graag willen dat je je naam zet. En dan zou ik graag willen dat je beide vakjes aanvinkt en je handtekening eronder zet met een datum. De video van vorige week van dat bindend studieadvies en de infogids, die heb ik opgenomen, die heb ik op It's Learning gezet. En ik zal de link nog wel even naar jullie WhatsAppen, zodat je in ieder geval nooit kan zeggen van ik wist er helemaal niet, ik heb er nooit meegekregen. Yes? Zou jij eens even uit? Ja.